Achter de schermen van de safari worden elke ochtend de neushoorns uit de stallen naar het buitenverblijf begeleid. Vandaag doet René de ochtendronde. De neushoorns hebben nieuwe stallen en de buitendeur kan met een afstandsbediening worden geopend. Voorzichtig snuiven de neushoorns de buitenlucht op. Ze nemen de tijd voor een wandelingetje naar het buitenverblijf. Terwijl de neushoorns van de zon genieten, nemen wij een kijkje in de nieuwe stallen. Opvallendste van deze stallen is dat het een biobodem is. Het houdt in dat er allemaal schors ligt, een meter diep. Urine wordt door het schors opgenomen en wordt omgezet. Je ruikt hier ook nauwelijks iets. De hekken zijn allemaal hydraulisch, door middel van afstandsbediening. Bijvoorbeeld. Ik hoef er dus niet meer bij in om hekken open te maken. Ik kan gewoon van afstand kan ik de hekken open en dicht doen. We hebben houten tralies. Neushoorns die houden er nogal van om te schuren met hun horens. Op het moment dat de neushoorns hier tegenaan lopen te schuren, dan kan de paal meedraaien. En dat voorkomt dat de horens veel te hard afslijten. En aan het einde van de dag lopen de neushoorns weer op hun gemakkie terug naar de nieuwe stallen voor een hapje vers hooi. Achter de schermen van de safari worden elke ochtend de neushoorns uit de stallen naar het buitenverblijf begeleid. Vandaag doet René de ochtendronde. De neushoorn is hydraulisch, door middel van afstandsbediening. Bijvoorbeeld. Ik hoef er dus niet meer bij in om hekken open te maken. Ik kan gewoon van afstand kan ik de hekken open en dicht doen. We hebben houten tralies. Neushoorns die houden er nogal van om te schuren. Terwijl de neushoorns van de zon genieten, nemen wij een kijkje in de nieuwe stallen. Het opvallendste van deze stallen is dat het een biobodem is. Het houdt in dat er allemaal schors ligt, een meter diep. Urine wordt door het schors opgenomen en wordt omgezet. Je ruikt hier ook nauwelijks iets. De hekken zijn allemaal... Ze hebben nieuwe stallen en de buitendeur kan met een afstandsbediening worden geopend. Voorzichtig snuiven de neushoorns de buitenlucht op. Ze nemen de tijd voor een wandelingetje naar het buitenverblijf.